Bij de familie Kaandorp in Heilo is het bijna etenstijd. Mees Kaandorp, de aanvaller van AZ onder 16, kijkt wat tv met zijn oudere broer Steef. Vader John neemt het laatste nieuws door en moeder Annemarie houdt zich in de keuken bezig met biefstuk en aardappeltjes. Mees voetbalt al vanaf zijn vijfde jaar. Hij begon bij de Heilose vereniging HSV en viel snel op. Toen ik in de E1 zat, werd ik gescout bij AZ en mocht ik bij de AZ voetbaldagen komen. En daar werd ik toen, vonden ze me goed genoeg om toen al een jaar met de onder 12 mee te trainen bij AZ. En mocht ik nog geen wedstrijden meespelen in competitieverband, alleen oefenwedstrijden. En dat jaar daarop mocht ik echt met mijn eigen lichting gewoon in de onder 12 spelen. Wat maakt jou zo'n goede voetballer? Het is moeilijk om zelf antwoord te geven, maar ik denk, als aanvaller heb ik wel snelheid. Alleen ik ben nog niet al te groot, dus ik denk hoe groter ik nog word, hoe meer mijn snelheid nog sneller wordt. En ik hoop gewoon met mijn loopacties en acties nog belangrijker voor het team te worden. Mees heeft in zijn dromen zijn carrière al uitgestippeld. Via AZ1 naar de Premier League, naar Barcelona. En zelfs over het leven na zijn voetbalcarrière heeft hij al fantasieën. Ik hoop dat ik klaar ben met voetbal, genoeg geld heb verdiend. En dat ik gewoon rustig aan kan doen en verder lekker leven. En ik hoop niet dat ik zo'n beroemdheid ben geworden dat je niet meer over straat kan. Maar dat je gewoon lekker je leven kan leiden. En ik hoop dat ik dan gewoon zelf een gezin heb en familie en vrienden en vakanties. En misschien dan toch nog iets verder in de sport. En ik hoop dan, lijkt me wel leuk om dan nog trainer te worden. Tijd om te eten. Vader John en moeder Annemarie geloven heilig in hun zoon Mees. Waarom zou hij zijn dromen niet kunnen waarmaken? Wij ondersteunen dat helemaal. Van harte. En niet alleen we geloven er ook echt in dat hij dat kan. Dat hij dat gaat halen. Dus als je bij AZ komt, staat dat maak je dromen waar. Hebben wij wel zoiets van, nee, daar gaan we ook wel met Mees voor. Ja, maar dat denkt natuurlijk elke ouder van elk voetbalkind. Ja, maar wij hebben er verstand van. Denk jij als moeder niet soms van, mijn hemel, wees toch gewoon jongen en al die verwachtingen, druk. Hoe kijk je er tegenaan? Nou ja, ik probeer het niet in te vullen voor Mees, maar gewoon aan hem te vragen van, wat vind je er zelf van? En dat check ik wel. Zo van, goed Mees, begrijp je wel of realiseer je wel waar je nu mee bezig bent en dat je dan daardoor andere dingen niet kan. Maar als je dan altijd nog een heel blij kind ziet die het helemaal ziet gebeuren en die helemaal blij is, dan heb je zoiets van, ik maak me niet druk. Mees Kaandorp en AZ onder 16 spelen zaterdag uit tegen concurrent Feyenoord.